Fabian Serranus. Ja, de assists waren er wel. En vandaag ook weer een fantastische assist, moet ik zeggen, op Tijmen Goppel. Dankjewel. En dan ook nog het eerste doelpunt. Ja, die... Een lekker gevoel zijn. Ja, zeker. Ja, die assist had ik al gegeven, maar die goal is als spits wel het belangrijkste natuurlijk. En ik heb er een lange tijd op moeten wachten, maar ja, eindelijk. Is de kogel nu door de kerk? Dat zou je wel denken. Ja, nee, ik moet nu gewoon die lijn doortrekken. En dit is wel lekker natuurlijk. En dan gaat het allemaal wat makkelijker lopen. En volgende week weer eentje inschieten. We hadden met de trainer al over. Er zit echt wel stijgende lijn in het spel van Roda JC op dit moment. Ja, zeker. Ik denk dat het de laatste weken gewoon veel beter gaat. MVV winnen we, NEC hadden we eigenlijk ook moeten winnen. Het is dat we een rode kaart krijgen. Maar dan toon je ook wel karakter. Dan halen we ook nog een puntje eruit. Maar ja, het is wel zonde, want die had je eigenlijk moeten winnen. Want volgens mij hebben we bijna niks weggegeven. En vandaag dan in het begin gaven we nog wel wat kansjes weg. Want ze kwamen wel een paar keer 1-1. Maar dan hebben we het denk ik goed omgedraaid en hebben we bijna niks meer gecreëerd. Dus stabiele wedstrijd. Ja, het begon allemaal een beetje stroef vandaag. En normaal beginnen we juist fel en wordt het daarna wat minder. En nu hebben we hem omgedraaid, dus misschien hebben we het recept gevonden. Ja, dat is alleen maar goed. Ja, daarom.